Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Brecht Warnee, 30 jaar, en sta op de eerste opvolgersplaats van de CD&V-lijst in West-Vlaanderen. Als schepen sta ik graag midden in de mensen. Mensen ontmoeten, beluisteren en de problemen concreet aanpakken, dat is mijn ding. Daarnaast ben ik gedoctoreerd in het bestuursrecht. Ik geef les aan de universiteit en doe er onderzoek. In mijn vrije tijd zet ik me graag in voor het lokale samenleven. Ik ben en was actief in verschillende verenigingen en sportclubs. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben ondertussen ruim 10 jaar in de politiek actief. Eerst via de jongerenbeweging, dan de gemeenteraad en ondertussen 3 jaar als schepen. En ik merk eigenlijk heel vaak dat de lokale problemen bij de mensen en in de gemeente een oplossing vergen op het Vlaamse niveau. En minister Hilde Krivits bood me dan de verkiesbare plaats aan als eerste opvolger. En op die manier hoop ik straks hier in Brussel te mogen werken aan een sterker West-Vlaanderen. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb gekozen voor Warnee werkt, omdat de meeste mensen die me goed kennen in mijn nabije omgeving, die zeggen Brecht, dat is iemand die heel veel werkt. En dat is ook de goesting dat ik nu heb om hier heel hard en veel te mogen werken in het Vlaamse parlement. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik heb eigenlijk heel veel respect en ben ook heel erg trots eigenlijk op mijn grootmoeder. Mijn grootmoeder, dat was de eerste vrouwelijke schepen in Wingenen. Maar vooral een heel intelligente vrouw die heel dicht bij de mensen staat. Bij ons is ze gekend als degene waarbij iedereen naartoe kan, groot, klein, met vragen, met problemen. The girl next door, zeg maar. Een beetje de lokale Hilde Krivits. Mijn grootmoeder, die zegt me steeds, luister naar de mensen, doe er iets mee en werk van daaruit in de politiek. En ik denk dat dat wel de spirit is die ik van haar wil leren en wil volgen. Wat zijn uw politieke interesses? Wel, ik ben gedoctoreerd in het bestuursrecht en ik geef les aan de universiteit, ik doe ook onderzoek daarover. Dus vandaar ben ik geïnteresseerd in hoe werken overheden, de lokale overheden, die bovenlokale overheden, hoe zijn die georganiseerd. En ik denk dat er daar nog heel wat dingen te doen zijn om de overheid toegankelijker te maken. Ik denk dat Brussel staat nu heel ver van de mensen. Ik denk dat het via digitale, maar ook via menselijke weg echt noodzakelijk is om Brussel dichter bij de mensen te brengen. Ik vind het lokale niveau daarin een heel erg belangrijke factor. De mensen die stappen binnen bij de gemeente en die hebben vragen aan de gemeente, maar dat zijn soms Vlaamse vragen. En ik denk dat we daar een betere connectie moeten hebben tussen de diensten van de gemeente, maar ook de Vlaamse overheid. Er zit nu een waas tussen en ik denk dat we daar in een overheidsbestuur veel meer aandacht voor moeten hebben. Wat kan er anders en beter in de politiek? We moeten werken aan een nieuwe werking van het gemeentefonds. De plattelandsgemeenten die moeten voldoende middelen krijgen om kwalitatiever te kunnen gaan werken. Weet u dat vandaag een West-Vlaamse gemeente gemiddeld 1100 euro per inwoner minder subsidies krijgt dan een gemeente in het centrum van het land? Een gemiddeld West-Vlaams gezin betaalt jaarlijks 230 euro meer belastingen op hun elektriciteits- en een gasfactuur. Dat is een ongelijkheid die onrechtvaardig is. En daar moeten we echt iets aan doen, want iedereen verdient een sterke overheid. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb eigenlijk, het is wat cliché, maar ik heb mijn smartphone meegenomen en dan specifiek de app Things. Ik had een collega schepen en die had in zijn vestzak een bierkaartje zitten. En als hij op pad was tussen de mensen en hij hoorde iets of hij had een idee, dan schreef hij op dat bierkaartje, dat ging terug in die vestzak en die kwam op het gemeentehuis en die deed daar iets mee. Maar voor mij is mijn gsm en de app Things een digitaal bierkaartje. Ik schrijf daar heel concreet mijn ideeën op. Ik zet in de app wanneer moet ik die uitvoeren, hoe belangrijk zijn die, zijn het dringende zaken, dan krijg ik een melding enzovoort. Dus ik zorg ervoor dat ik met die app de concrete zaken van bij de burger meeneem naar het gemeentehuis en daar mee aan de slag gaan.